Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe bingo. Het is weer tijd voor een Emerald. Oh, en Gaming SB, ja, dat is een beetje raar. Ik doe nu ook jouw intro, Sander. Ja, doe maar. Welkom. We gaan weer zo'n Map Randomizer Emerald doen. En we hebben natuurlijk zo'n bingo kaart. We deden 2 rijen toch? En dan niet 2 dezelfde rijen? Ja, oké. Dus nou, 1 rij en 1 kolom dus. Ja, of diagonaal. Of schuin. Wel, mag wel 2 diagonaal, zeg maar. Van de ene kant naar de andere kant. Oké. Ja. Dus we moeten een Gyarados vangen, een Crobat vangen, een Ground, Flying en een Fire-type. 8 key items hebben, een HM deleten, Pelipper vangen. Wat is er aan de hand? Nee. Ik zat te denken, hoe wil je een HM deleten? En dacht ik, oh, move deleter. Ja, nee, is goed. No healing using centers. Hè? Oké, wacht. Die doen we gewoon allemaal aanvinken, want ik vind dat we wel gewoon moeten kunnen healen. Oké. Nou, iedereen eens of niet? Ja, mijn punt niet. Ik dacht zo van, oké, die skip ik gewoon überhaupt. Ja, maar dan kan je daar die rij kan je dan nooit meer doen. Beat all 6 trainers on Jagged Pass. Volbeat vangen, een premier bal krijgen. Collect 20 Pokénav names. Oh, dat is veel. Kut. Pokémon with Levitate. 5 Great Balls without purchasing any. Ja, dat is fucking moeilijk. Stone Evolutioning. Een Macho Brace, dat ken ik niet eens. Only teach 1 HM per Pokémon, oké. Difficult. Kelpsy Berry. Don't evolve your starter Pokémon. Antidote, Awakening, Paralyze Heal, Ice Heal en Burn Heal. Easy. Steal an opponent's item. Dat kan gewoon een wild encounter zijn, neem ik aan ook. Dan moet je thief hebben. Ja. Acrobike up the Jagged Pass. Illumise vangen. Volbeat zit er deze keer niet bij, dat is jammer. Jawel, die zit er wel bij. We moeten ze alle 2. Ja. Oh ja, Volbeat zit er wel bij. Yay! We hebben de duo. Nee, daar heb ik echt geen zin in. TM 19, Gigadrain. Beat a young couple en beat magma admin with Numel of Camerupt. Ja, dus dat moet dan Shelly. Nee, niet Shelly, ofwel. Ik weet niet meer hoe ze heet. Sowieso geen Matt, dat weet ik wel. Maar moeten wij dan een Numel of Camerupt gebruiken? Of... Nee, je moet eentje verslaan die die Pokémon heeft. Oké, dan stel ik voor dat we over een paar seconden starten. 3, 2, 1, start. Goeie rustig. Jeetje mina. Met speed-up of zonder? Ja, met. Alleen mijn speed-button deed het niet. Jullie hebben alweer voorspronging. Ja, ik kom nu die truck uit. Holy damn, je bent echt zo'n speeding runnering. Ja, natuurlijk ben ik een speeding running. Runnering is het. Maar ik snap wat je bedoelt hoor, je bent een topper. Mijn stem is kut. Nou ja, dat is altijd, maar nu nog kutter trouwens. Die van mij ook, want ik ben verkouden. Heel ziek. Die van mij is gewoon normaal, want ik ben gewoon een coole jongen. Gaat hij weer flexen? Ik heb wel een normale stem. Ja, zoals toch. Ja, wat is dit? Dan ben je een coole jongen hoor. Ja. Dit is oké. Oh ja, je moet altijd. Dus als je af en toe gehoest hoort, nou ja, je weet wie het is. Je boy, gaat er waarschijnlijk uitgeknipt worden bij mij, maar... The boy, the myth, the legend. Ja, succes. Ik heb wel gewoon mijn audiospoor apart, dus... Dat maakt het wel een stuk makkelijker, want je ziet de spikes waarschijnlijk. Wood Gecko, the chick. I love chicks. Me too. Dat is een MeToo gevalletje. Sixagoon. Bye bye. Bye bye Luthering. Heel koeling. Doe zonder naam hè. Nee, dat is niet te laat. Het is geen Nuzlocke, dus... Daarom. Zo, Yo, Wurmple. Die ken ik. Oh, in principe kan ik die ook aanvinken. Sander, die kan jij ook aanvinken. Ja, die doen we ook niet. Die jawel, die doen we wel, maar... Behalve als je hem straks wel evolved, dan ben je dus... Ja, nee, dat ga ik niet doen. Dan ben je de lul. Wat is er? Oké, nee, het klopt wel. Het was toevallig dat het een Pokémon Center was. Ik dacht echt van, wat? Hoe kan die Pokémon Center een Pokémon Center zijn? Oh, ik was al aan het wachten en toen ging jij door. Oh ja, ik wou naar Pokémon Center, maar dat kan dus niet. Oh ja, dat kan dus wel, want ik heb Norman gevonden. Tel dat? Oh, nice. Dat is een andere challenge. Dat is de... Norman staat niet op de kaart. Dus wel leuk geprobeerd, maar staat er gewoon niet op. Ben ik het mee eens. Nou, Norman was altijd wel een beetje kut om te krijgen. Oh jee. Oh, wat is dit trouwens? Focusing energy. Krijg je Creebles fanning. Oeh. Ja? Ja. Hele legit Creebles. Een mudding kipping. Een mudding kipping. Oeh. Oké, misschien moet ik... Oh, dat gaat fout. Ik moet weer helemaal wennen hieraan. Ik ook. Even, wanneer is de laatste keer dat we dit hebben gedaan? Heel lang geleden. Ja. Ik moet even... Dat is correct. Ja. Oké, dat is chill. Dat is chilling. Oké, die kan wel makkelijk. Weer dood. Oh, ik ben dood. Dat was dom. Ik ben al 3 keer dood gegaan. Ik 1 keer, volgens mij. Nice, ik 0. Maar dat is omdat ik niet in die routes loop. Maar die hoge levels Pokémon zitten. Nee, ik kom gewoon elke keer tegen trainers. Ah. Nou, dat gebeurt ook. Oké. Oh, daar ben ik wel benieuwd naar wat er gebeurt als ik dat probeer. Ja, ik denk wel dat ik dat geld heb. Kijk, wat muziek. Die. Oh, wat gemeen dit. Oh, nevermind. Wat ziek idee. Oh, wacht. Ging gewoon 1 ing af, Ing. Heb je ze allemaal gekocht, Ing? Yes, Ing. Je bent een slimpie. Hele slimme actie, Ing. Oké. Ik moet alleen onthouden dat ik nu... Ik heb nu een greepbal gekocht. Maar die telt niet. Nee, die telt niet. Die telt niet, Ing. Ja, jij snapt me niet. Dat is wel het enige zure, maar... Ik denk dat ik er op zich wel uitkom. Ik weet ook echt allemaal niet wat die dingetjes waren. Dus ik zit ook elke keer te kijken. Was dit er een? Was dit er een? Was dit er een? Nee, was niet. Freak! Waarom zitten al die Pokémon Centers bij elkaar? Gezellig. Oh, hier. Dan kan je deze gaat wel tellen. Als ik niet verneuk. Een Pokémonmarkt. Heb ik nog geld over? Nee, dat was ik al bang voor. F. Ja, zeer F. Ik kan 1 Pokéball kopen. Ah, kut. Nou, ik heb al een Elite 4 guy gevonden. Ik al 3. Oh, echt? Nice. Ja, Phoebe, Drake en die ijs. Oh, ja, Drake heb ik ook al gevonden. For some reason heb ik echt een gevoel alsof mijn strat de slechtste strat ooit is. Hey. Nou, ik heb een beetje hetzelfde gevoel. Maar ik heb 1 Pokéball gekocht, dus als ik een coole Pokéball tegenkom, dan kan ik hem vangen. Godverdomme, is ik weer bij de ijsprinses. Nu weet ik nog hoe ik terug moet, dus ik ga nu eventjes gauw dat doen. IJsprinses? Ja. Dat is crazy, Ing. Dat klopt, ja. Ah, dit is... welkom, Sydney. Leuk dat je er bent, maar nee, dank je. Ik heb een nestbal gevonden. Oké, maar heb ik nu... Was dit nou? Oké, ik heb die... Nog 4 te gaan. Oké, nu ben ik hier. Kut, ik zei nog dat ik wist hoe ik terugkwam. Nope. Oh jawel. Jij deed leaking? Nee, I did not doing a leaking because I knowing again. You knowing again? You getting knowing. Good. Haat het spel, nu al. We zijn vast net begonnen. Nee, je kent het toch? Ja. Oh, kut. Nu kan ik dan. Oh, dat was dom. Dat klopt, ja. Wow, ga je mij nou dom shamen? Ja, ik ga je zeker dom shaming. Oh, dat is wel, ja. Dat is wel zielig voor hem. Nou, hè. Iemand die een moreel kompas heeft. Er is er altijd eentje die dat heeft. Ja, normaal ben ik dat. Oh, wat is dat nou weer voor laag? Dat vind ik heel gemeen. Ik doe echt mijn best om een moreel kompas te hebben, hoor. Mm-hmm. Nu behalve tegen sommige Pokémon, maar die verdienen het. Oei. Zoals Jamper. Oh, je hebt Garbodor verkeerd gespeeld, maar wel leuk dat je meedoet. Oh ja, hier, deze had ik al gedaan. Kutspel! Yo, Norman, welcoming. Dankjewel, Ing. Yo, dat is Wallying. Heel ziek. Oh, nu ben ik ineens hier. Nee. Krijg ik nu nog meer pokeballings? Oké, dat is kut. Nee, ik kan nu. Ja, verder kun je hier niks, zeker. Nee, nog niet. Oké, dat is baling. Wat is hier? Oh, dat was dom. Dat klopt, ja. Ooit gaan we de juiste pad vinden voor de beste items. Kom, volg het pad. Volg het pad der zeven zonden. Oh, jullie ook. Oh, jezus. Bang, wees die bang. Man. Ja, ik ben er niet zo van. Illumise heeft deze guy gewoon al. Oké, waar was dat ene? Was dat hier ergens? Door Chicking. Oh, zo had ik hem moeten noemen. Dat is weer zo'n gemiste kans. Kans 1. Door Chicking. Door Chicking, dat is toch ziek. Oh, ik ben hier. Wacht even. Antidood. Ja. Antilevend. Ja. Awakening, had ik die nou? Eentje had ik al. Oh, dat kun je natuurlijk zien. Ja, oké. Antidote, Paralyze, die had ik al. Burn Heal, moet je die ook? Ja. Let's going. Natuurlijk Ice Heal. De Illumise. En Awakening. Kabooming. ja, jij snapt het. Jammer dat mijn stem zo kut is. Eventjes fel snel save state, want anders ben ik hem straks weer kwijt. Dat willen we niet. Spoiler alert. Spoilering alerting. Inderdaad. Jullie zijn zo slim, hè? Zo goed in Engels. Echt. Niet ik ben er gewoon. Dank je. Flabbering gasting. Gasverdoning? Nee, gaslying. Is het toch? Gaslying. Ken je die niet? Dat is echt wel een leuke guy, hoor. Moet je wel even leren kennen. Ik ken wel. Weet je? Gaslying. Yo, is dit niet... Ah, ik heb nog geen HM. Dat is jammer. Die is ook wel cooling. Oh nee, is dit een trade? Is dit een battle? Het is een battle. Ik denk niet dat ik deze ga winnen. Nee, nog niet. Maar ik heb gezavingd. Hey. Doet die eventjes. Even kijken. Ik denk dat dit wel een mooi moment is voor een save stateje. Hey. We deden het tegelijkertijd. Kabooming. En dan control. Zeker kabooming. Oh nee, ik denk. Wie heeft die? Oh, hij volbeating. Ah nee. Je boy heeft volbeating. Kaboom. Wat is het? Oh nee, hè. Oh nee. Kijken. Oh, is dit zo'n experience share? Nee, dit is raw. Die had ik net nodig. That's sick. Pokémon met levitating? Ja. Wel echt een van de... Ja, dan moet je dus zo'n Ghastly hebben. Oh, kan je dit is heel ziek. In deze? Ja. Crawl, ja, boeien. Ah, dat weet ik niet eens. Oké, maar waar... Oh ja, ik heb de... Ik ben wel in Lilycove, maar je moet specifiek natuurlijk de... De ingang vinden van de move the leader. Dat is al helemaal happy. Voor niks, toch? Zo zou je het kunnen zeggen. Ja. Shuppeting. Shuppeting. File. Saving. De stating. Yo, ik heb shuppeting. Yo. Ziek. Weet je nog bij de vorige keer dat we speelden dat ik een shiny shuppeting had? Kiboom. Dat was wel ziek. Zo? Ja, ik kan met ook Shuppert en een shiny Sixagoon in dezelfde run. Ik zie hem nu alweer die shiny pakken. Ticking Talking. Oeh. Ik kan me de Ticking Talking wel vaag herinneren. Maar ja, dat is zo'n Ticking Talking, die onthoud ik wel. Hele goeie. Ik heb mijn eerste Great Ball gekregen. Nu pas? Nee, grapje. Wat? Ik heb hem al hoor. Oh, je moet natuurlijk de gym verslaan voordat je het kunt gebruiken. Oh, kut. Yeah. Ik kom bij Sydney. Ben ik allemaal geld in kwijt. Oh. Je had gewoon een C-state moeten maken. Ja, misschien wel. Dat, ja, jij bent zo'n slimpie, Sander. Dat is wel een goed idee trouwens. Bedankt, Milan. Je brengt me op een ideetje in. Ja, ik ben zo'n slimpie. Ja, dat is waar. Dat had ik kunnen weten. Ja. Hariyamaing. Hariyamaing. Nice. Waarom is die donker? I don't like the donkering. Wil je ook? Yo, Steven! A letter for me? Dat is lief. Dat is gewoon cute. Dat is zo'n love letter, denk ik. Cutie guy. Oh, sorry, deze heb ik niet. Oh. Yo, cheating? Nee. Dat was een misklik. Ja, zeg ze allemaal. Een misklikking noemen ze het zelfs. Een hele kutte misklikking. Oh, ik ben hier weer. Oké. Ik zal me niet weten waar dat ding ligt überhaupt. Oh, hoe kom ik bij die ene tree? Ja, dit wordt niks. Hier. Oh jee. Zo kom je bij die tree. Oké. Heb ik daar geen surfer? Hier is niks. Wat is het voor huisje? Wat frick. Wat fricking. Ja, die ja. Die bedoelde ik. What the fricking. Waar is mijn muis? Ik wil zo'n safe state maken. Een hele zieke safe state. Nee. Oh ja, dat moest ik niet doen. Oké. Ga uit de kant. Uit de kant, maat. Oké. En dan gaan we hier dodging. Dodging de dodge. Dodging the dodge? Ja. Heel dodge. Heel dodging. Heel heling dodging. Shuppet kan zo'n Geodude gewoon verslaan. Oh, wacht. Nee, niet doen. Ik heb mijn leven. Nee. Geweldig leven. Nou. Eindeloze haat in mijn leven. Ik ben nu boos op je. Pijnlijk. Ik wil niet dat je dat doet. Nou, dat is jammer daarin. Stop maar op, dat vinden wij niet leuk. Ja, die ja. Have a lot of bagging. Oeh. Baggeling? Dat is een gaming. Ja. Yeah. Moet je daar nou serieus over nadenken of ik gelijk had? Oké. Nee, ik zit met de TM, die wil ik leren, maar ik pakte de verkeerde Pokémon, dus ik moest even nadenken. Op welke knopje ik moest drukken om het niet te verleren. Dit is wel... Ja, ik loop zo erg achter voor mijn gevoel. Ik denk dat dat wel meevalt hoor. Ik denk dat jij zelfs voor... Nee. Oh. Ik heb alleen die Illumise en die Volbeat, maar verder heb ik echt nog niks gepresteerd. Ja, weet je wat ik heb? Geen Illumise en de Volbeat. Ja. Ja, maar verder heb ik echt niks. Oké, dat is wel meer dan nodig, ja. Trugging naar de moedering. Beat perspectives. Perspectives. Ja. Yo, dat is zo'n ziekte. Dat is niet chill. Goed, ja, het is niet tip, elkaar geen ziektes. Zegt de guy die geen stem meer heeft omdat hij laatst ziek was. En daarna dacht, leuk Mario Party te spelen met vrienden. Maar dat maakt niet uit. Dat is bijzaakje. Was dat ook voor een video? Nee. Oh, dat was voor de funsies. Ja, behalve dat ik verloor. Dat was niet zo fun. Nee, ik stond wel tweede hoor. Dus ik was gewoon goed. Oh, lekker man. Maar die andere guy had gewoon geluk. Dat is ergens allemaal. Dat is wel een standaard dingetje bij Mario Party, toch? Dat je ja, alleen maar Mario Party is een en al geluk eigenlijk. Maar nee. Dat zeggen alleen verliezers, zeggen dat. Dat is niet waar. Ah! Hoe noemen ze het ook weer? Loserboy. Ja, dat is een loserboy, ja. Die zit er. Nee, die ken ik niet. Ik ken geen loserboys in mijn omgeving. Als je hem niet kent, dan ben je het zelf. Nee, voor mij niet. Dan zou... Want ik ken mezelf dus wel, hè? Wist je dat? Ah, jij bent dus zo'n loserboy. Ja, maar... ja, maar, zeg maar ik ken geen loserboy en ik ken mezelf wel, dus... Dat kan dan niet, toch? Jawel, ja, lief. Nou, nee, hey. Kijk, jij snapt niet hoe de wereld werking. You do not snapping the world thing. Zoals we dat in het Engels zouden zeggen. Kijk, ik kan gewoon Engels, dat kunnen andere mensen weer niet, hè? Dat is waaring. Daar heeft hij wel een punt. Daar heb ik zeker een punt. Wat denk jij dan? Dat I going to leaguing? No. Yeah. Nee. Smelling salt en attack. Ja, smelling salt is zeker een attacking moving. Eén leveltje. I hating. Wat telt als young couple? Ik weet dus niet of dit een young couple gaat zijn. Heten ze dan niet ook gewoon young Beauty couple? En de ander is een jongster. Is dat een young couple? Ik denk dat hij echt gewoon young couple eten. Ja, dat denk ik ook. Kut, sorry. Ik bedoel, shippies. Ik had toch een save state gemaakt? Oh ja, heb ik ook. Wacht. Smelling salt. Ruik de zout, Sander. Ruik de zout. Dat is niet zo moeilijk. Nee, jij bent het zoutigste van de wereld. We loving salting. Ik hou wel van zout. Zout is wel goede shit. Wie zout uitgevonden heeft, is een Polgarino-ing. Een Polgarino-guy-ing. Ja, die. Ja, exact. You snapping it so good-ing, hè. Helemaal. Heel ziek-ing. Wat is dit? Oh, ik ben in Rustboro City-ing. Where the grass is green. And the girls are pretty-ing. Volgens mij. Dat ging zeggen. Kutzooi. Ik ben... Hey, ik heb die Ice Chick gevonden. Nice. Ze is wel wat te oud voor me, jammer genoeg, maar... Ice, ice, baby. Ping, 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 ping. Dat is toevallig in de gymming. Ik wil dus die gymleader zelf eventjes kapot maken. Het liefst. Ah, kut. Ja, ik heb geen pp meer. Effing. Effing in de chatting. Effing in de chatting. I'm pressing F real hard right now, maar niet in de chat. Happening. Not even a nibble. Setting. Oh ja, die wil ik ook. Dat was wat ik eerst wilde doen, dacht ik. Maar ik zag hem Steven Steen, zag ik. Ja, die heb ik ook gezien. Waarom denk ik Whirlwind? Nee. Dat was een domme. Nou, dat was niet heel slim, heen. Wow, ga jij nou mij haten? Nee, ik ging jou helpen. Met het zeggen van dat het niet... jij zei jezelf dat het dom was. Dat zei vind ik gewoon lief van je. Vind ik lief van je. Ben ik gewoon lief, Sandering. Heel lief. Hoe ik het altijd vaker zeg. Sandering. Nou. No. If you're dead but have a note. If you're happy and you know it. Yo! Dit is zo'n ice beam hef. Een ice beam path? Wat deed hij, wat niet? Wacht, heeft Shepard Insomnia? Ah. Hij deed een sleeping move? What the frick? Oh my god. Ah, waarom? Oh, ik had het bijna niet met Mr. Super moeten doen. Wacht. Nee, nog één poging. Ik vind het al gewoon heftig dat jij überhaupt een Pokémon hebt waar je een Team Ekma... hoe dit gast mee kan verslaan. Dat vind ik al. Ja, easy win. Ik had TM Dick gevonden en ik had een kledel gevangen. Maar ik heb ook echt een level 40 Pokémon hoor, dus... Mijn is level 38. Ik heb een level 40 Pokémon dus. Nee, maar jij hebt betere Pokémon dan ik. Ik heb wel betere Pokémon van level 13. Dus. Dat ook? Van level 13 is ook wel hoog. Lul niet. Probeer je alleen maar te helpen. Ja, dat vind ik wel leaving hoor. Dat is wel gewoon leaving. Het is alleen een leugening. Kut. Verkeerde state. Nee, heeft hij mijn Doring. Ik weet niet of dit beter is. Nee, oké, dit gaan we niet meer doen. Dat kost me alleen maar tijd. Fuck jou, Maxie. Een beetje kut, Crobat. Oh, one hit KO, doe nou niet. Hij deed het wel trouwens. Ja, dat had ik wel. Lijkt jouw kat wel. Je zou dat niet meer doen? Ja, echt. Ik haat Rick dus, hè. Want hij, de prime moment van die hele ticking-talking gaat hij gewoon wegklikken. Wat? Ja. Zat hij er zo doorheen te praten? Of klikte hij hem weg? Hij klikte hem gewoon weg. Hij dacht 10 seconden. Ik ga echt niet nog 2 seconden kijken, want ik ben een loser, boy. Oeh. Ja, nou ja. Dat van Rick, dat vind ik niet erg, maar dat van, hoe heet die guy? Die Siepie. Siepie, dat is echt de grootste oetlul op het internet, denk ik. Ja, nee, maar... Vind jij hem wel geweldig dan? Ja. Ik ken die hele serie niet, maar ik vind hem toch wel... Ik vond hem dus wel chill. Maar toen ging hij me volgen op Insta. Toen dacht ik helemaal van, wat? Waarom? En bleek dat hij dat deed, zodat ik hem terug ging volgen. Zo dan ben je sowieso een loser boy. Ja, dat vind ik als je hem dan weer gaat onvolgen. Dan ben je... Ja, nou dat deed hij dus ook. Dan ben je wel echt een lul. En ik zat dus... Ik zat dus een stream te kijken van Serpent, waar hij dus ook in zat. En toen zat hij dus helemaal zielig te doen met... Ja, nu voel ik me schuldig dat ik iedereen moet unvolgen. Hij deed het blijkbaar bij heel veel mensen. I hating him, Hing. Ja, ik vind het echt een lulling moving. Nee, maar dat... Zo komen die sukkels dan aan dat soort zoveel volgers. Ja. Maar ik vond hem sowieso al een rare guy. Want ik had hem voor het eerst gezien in die... Het was die submarathon. En toen zaten mensen te vragen van... joh, val je op jongens of op meisjes? Of val je op allebei? En dan zit hij zo van... nou, dat ga ik niet vertellen. Maar als jullie op mijn Twitch kanaal subben... dan ga ik een keertje in een stream van mij... ga ik dan vertellen wat mijn seksuele voorkeur is. En ik zit zo van, bro, dan ga je daarmee te koop staan om dan subs te krijgen. Dan ben je echt een loser. Hij is ook een loser. Ja, loser boy. Ik snap ook niet waarom Rick bevriend met die guy is. Dat weet ik ook niet. Grootste fout van zijn leven. Ik mag hem niet, dus... Nee, snap ik. Yo, waarom heeft iedereen allemaal shit en ik zit... Oh, die Premier Ball had ik ook makkelijk kunnen krijgen, bedenk ik me nu ineens. Oh, sterker nog. Die ga je nu halen. Speaking of. Kom maar met die premierbal. Lekker ketten. Om precies te zijn, een premierballing. Premierballing in eating. Mag ik trouwens even iets zeggen? Hoe gaan wij in godsnaam een Crobat halen? Dat is echt kut. Ik ben bezig. Ja. Maar het lukt dan niet echt hard. Hem niet laten doodgaan. Dat is op zich een idee. Ja, dat is de enige plan die ik me kan verzinnen. Dit is niks. Wat is dit? Cave of Origin? Nou ja. Yo, sick. Ik heb een halt van level 4. Niet dat je daar iets aan hebt, bedenk me net. Maar dat maakt niet uit. Teleport. Je kan teleport. Oh. Dat vind ik een goeie. Teleport. Hij heeft nog geen teleport, though. Maar wel leuk. Omdat hij het leuk bedacht, toch? Dealfort is echt een kutstukje, want daar zitten al die Elite 4 members. Dealfort is echt een waardeloze stad in deze random bingo-mizer. Randomizing-a-rooney. Randomizing-a-rooney. Ja, die ja. Dat vind ik wel een goeie, inderdaad. Yo, low-in-tedding. Low-in-tedding, kabooming. Blowing and countering. Hey, die zocht ik. even op nummer 2. Oké, sick. Pokeballing. Een potion. Leuk. Potion. Bastion. Kut. Ja, inderdaad. Eens. Frick. Hier kom je dus... Oh, oeps. Dat is de verkeerde save state die ik laat. Oh, dit is heel kut. Oké, en dan moet ik eigenlijk... Yo, een burn heal. Leuk. Maar toch niet. Oh nee, toch niet. Als je hem al hebt, dan heb je er niks aan, nee. Nee, toch niet. Die wil ik toch niet hebben. Ik zit niet eens voor een bepaalde rij te gaan, merk ik nu ook. Ik zit maar gewoon wat dingen te doen. Ja, maar dat is toch altijd een beetje in het begin van... Even kijken wat er gebeurt. Ja, soms wel, maar... Oké. Ik ben hier weer, dat is chill. Ah, doe ik weer hetzelfde. Nu moet ik het hele stuk weer opnieuw lopen. Als ik terug wil komen waar ik... doe ik dit. Dat was niet slim. Spoiler alert, dat was niet slim. Spoilerino alert. Sorry, het spijt me. Heel erging. Had ik dat ook al gezegd? Volgens mij niet. Ja. Nee, het komt wel over, dus... Van mijn gevoel wel. Oké, ik heb geld. Inderdaad. Leuk. Dit moet ik even opzoeken. Deze is interessant. Take a rest. Ik ben helemaal geresting. Ken je dat? Resting? Nee. I loving resting. Snapping. Oké, misschien moet ik even file saving. The stating. Kabooming. Yo, hier, dit is bij die rich guy. Dat is wel sick, want die kan ik verslaan. Voor geld. Heel slimming. Oké. Draai, ja. Ben je jarig, dropje? Neem een dropje. Ja, ik was wel jarig. Ja, klopt, dat had ik gezien en dat wist ik niet eens. Nee, maar ja, ik sta er ook niet te koop mee, zoals Sipi. Doet hij dat? Weet ik veel, ik denk het wel. Hem kennende. En welkom bij de Sipi haat. Ja. Ik ken die hele guy niet. Wordt helemaal... Nee, je wilt hem ook niet leren kennen. Oh, got him. Ik hoop dat hij dit ooit te horen krijgt. En dat hij dan... en dat hij dan gaat janken. Voor de rechter sleept. Ja, kut Drake. Ik wil helemaal niet bij Drake zijn. Nobody likes Drake. Ja, dat wel. Drake en Josh. Ja, leg hem nog even uit. Oh, zo. Oh, jezus, wat grappig. Want ik snapte hem nog niet namelijk. Ja, altijd even duidelijk maken. Nee, ja, dat is wel fijn. Dankjewel. Ja, graag gedaan. Super. Anders had ik het nooit begrepen. First check what kind of gym the town is. Laat me gewoon gaan. Zoals Elsa zou zeggen, let me go. Can't hold it back anymore. Boring. Breaking the dooring. Hebben we überhaupt de tijd afgesproken dat we dat gaan checken? Nee, hebben we niet afgesproken. Nou ja, dan we zien het vanzelf wel, I guess. Yep. Dus we kunnen alleen niet zeggen van, ja, we stoppen nu. Dat kunnen we niet zeggen. Nou, is dat omdat ik eentje voorloop? Dat weet ik niet. Loop je eentje voor? Ja, blijkbaar. Als ik kijk naar dat ding. Maar als jij nu HM aan een Pokémon leert... Je hebt welke HM? Oh ja, dat is wel een lastige. Kijk. Oh, ik ben zo blij. Ik heb zo'n rot, alleen dan oud. Dat is wel cool. Een olde rolling. Oh ja. Een hele oude. Maar dat maakt me niet uit, weet je. Ik accepteer dat gewoon. Nou, pokeballings kopen. Oh, ik kan ook gewoon ultraballs hier kopen natuurlijk. Holy shit, wat een cooling. Dat is een big brain move. Even kijken. Hier is ook wel water, dat is ook wel leuk, maar... Ik kan ook terug naar Dewford. Daar was ook gewoon water, maar nee. Watering. Wow. Watering. Watering. Nee? Nee. 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 Kijk, was dat hier dat je die Macho Brace kon halen? Was dat... Seaweed? I don't need seaweed. Oh, je hebt een kledel. Ik heb al 1 key item. Ik ga goed hoor. Ik heb niet eens gekeken hoeveel ik er heb. Ik heb ook al 1 key item. Ik heb er 2. Oké, stoer. Nee. Dankjewel. Hij is wel stoer. Ik ken die guy, hij is wel stoer. Ja. Oh, nee. Druk ik op de verkeerde knop? Waarom ben ik zo'n loser? Nee, niet antwoorden, please. Dat doet pijn. Oh jee. Hoe heet deze stadje ook alweer? Het is ook kut, want je kunt het dus niet speed-uppen, want dan ben je te laat. Te lading, om precies te zijn. Ja, dat, zo zeggen ze dat in het Engels. Precies. Te lading. Dat is er wel pijn in ging. Ja, bite, vis aan de hoek. Kom op, please, let it be a magic carp, carp, carp. Carp? Ja, 9 van 10 keer. Een Seeking? Oh, nee, dat is een Magikarp eigenlijk. Oh, oh ja. Maar een Seeking. Nou, deze gaan we niet doen. Wel leuk om te weten. Hey, ik heb ook echt 3. Ik ben echt slecht. Ja, deze al bezig. Zou dit een jonge koppeling zijn? Kijken. Ja hoor, Jan Koppel. Maar ik moet er wacht, maar mag je... Die only teach one HM, mag je die gewoon aanvinken totdat je per ongeluk 2, zeg maar? Nee, want je moet hem dan wel eentje, ja, ja. Maar heb je al iemand een HM geleerd? Ik heb 1 iemand een HM geleerd. Ah. Ja, dan mag je hem aanvinken. Dan mag het. Holy damn, ik ga lekker. Welkom bij de club. Ja, dank je, dank je. Ik vind het leuk om erbij te horen. Jongen, koppeling, gedaning. Oké. Jullie gaan veel te goed, ding. Nou, ik heb er echt 4. Jullie... jij hebt er 7. Hoezo ga ik zo goed? Maar ik ben een Pokémon Master Sandering. Ja. Dat is wel één ding. Eén zin bedoel ik. Oh. Ik moet even... Oeh. Een guy vinden die hoog level is, die ik kan verslaan. Ah, nee. Markt, leuk, maar nee. Nee, dank je. Dat meen je niet. Wat meen ik niet? Gelukkig heb ik... Kut. Gelukkig heb ik een save state gezet. Aha. Goed beziging. Goed beziging, indeeding. Pokémoning. Heb ik nou net ook een save state gezet? Ik hoop het wel. Volgens mij wel. Oh, hier kan ik er gewoon fucking 2 dingen aankruisen als ik dit haal. Oh, nice. Dat is wel heel ziek. Jij bent op de Jagged Pass. Ja, ja. Hoe wist je dat? Dat je daar 2 dingen kan aanvinken. Dat is waaring. Oh, trouwens, ik moet eigenlijk Golbat voorop zetten. En trouwens, ik heb een... Paralyze heal. Paralyze, paralyze. Paralyze heal. En een full heal, hoppa. Kijk, die rare candy bewaar ik gewoon. Dan, als ik dan ongeveer in de buurt zit van een evolutie. Voor die Golbat. Oh, ik kan niet eens checken natuurlijk. Oké, dat. En deze moeten we lekker easy. Hoppa! En dan, oh, ik heb hem niet gedingest. Where is my bike? Where is my bike? Zeg walla. Walla, where is my bike? Oh, ik heb wel echt zin in november. Ja, ik ook, man. Oh, dat wordt echt fucking ziek. Lekker naar werk rijden en dan vanuit werk naar Milan. Milaning. Milaning en dan de Pokémoning ophaling. Oh oh. Dat wordt heel zinking. Kijk, daar is hij, de laatste. De laatste ronde. Ik denk dat ik gewoon eventjes... Ah, fuck. Ik had niet tegen moeten gaan, maar Acrobike up heb ik gedaan. En alle trainers verslagen. Okay. Hey, één voordeel, Milan. Ik ga never nooit die Volbeat kunnen vangen. Nee. Dat gaat me niet lukken, denk ik. Want? Omdat het tyfus touwens lang duurt om die te vinden. Omdat de encounter rate tyfus laag is. En dat is heel sadding. Oh, daar ben ik weer hier. Eigenlijk wilde ik hier naartoe. Dat is wel nice. Ik ga denk ik naar het noorden. Is het niet een jong koppel? Nee, ik denk het niet. Ik denk het niet één. Als jij het niet denkt, dan denk ik het ook niet. Als je hem googelt, dan vind je ook de overworld sprites van die twee. Dus als je Pokémon jong koppel, dan op Milans favoriete site, Bulbapedia. Bulbapedia is zo goed hoor. Mensen die haten op Bulbapedia weten niet wat goede informatie is. Nou ja, kinda eens, maar aan de andere kant, ze hebben niet alles. Dat geef ik wel eerlijk toe. Bulbapedia is een boek lezen, maar dat alle bladzijden op de andere plek zetten. Wat? Dat staat nergens op. Ja, hij vindt dat bepaalde dingen niet goed staan. Het is zo onoverzichtelijk. Ja, nou, ik vind het wel, voor bepaalde dingen vind ik het wel fijn. Weet je, maar ik gebruik beide websites. Dus als ik dan bijvoorbeeld stats of zoiets wil hebben van een Pokémon en moveset. Of nee, niet learn set. Learn set ga ik naar Serebii, maar... kut. Oeh, dit is een goeie. Voor stats, zeg maar, dan vind ik Bulbapedia wat fijner. Want dan hebben ze van die balkjes. Ja, dat is satisfying. Dat vind ik echt heel erg satisfying. Dat noemen ze ook wel satisfaction. Van Benny Benassi. I can get now, toevallig? Ja, inderdaad. Ja, van Benny Benassi. Ja. Wat deed ik? Oh, nou, nog. Ging me nog goed af voor het feit dat ik fucking dom deed. Yo, Magikarp level. Ik kreeg maar 1 level van. Heel sadding. Nou. Maar zie je het zo, Sandring? Ik heb nog helemaal geen fishing rod gevonden. Ja, maar jij hebt al wel een Illumise gevonden. En een, nee, Vulpix. Nee. Je hebt de Beat Young Couple, je hebt de Beat Admin, je hebt de Acrobike Up the Jagged Path. Pokémon with Levitate. Hij heeft alles in. Wow. Yo, dit is... Nando heeft echt wel fucking veel. Godver. Op het einde dan word ik altijd wel ingehaald hoor. Ik bedoel, kijk nou, maar naar eerst zien, denk geloven in. Wat de fuck moet ik hiermee? Ja, er is wel een huisje, maar dan moet ik echt een type touw verlopen. Ik zet wel even een safe state hier. Ik weet ook mijn god niet waar ik Greepals in de overworld kan vinden. Meestal krijg je die van zo'n president hulpje. Van zo'n president hulpje? Oh ja, daar krijg je er 1 van, maar... Ja, ik heb er dus 1, maar ik weet niet hoe de fuck ik al die anderen moet gaan vinden. Ja, zo zit ik er dus ook in. Dik belly drum, ik wou smelling salt doen. Dat is een hele goede moving. Leppa, citrus. Ik ga zo ook even googelen waar Kelpsy Berry. Nou, daar heb ik al gegoogeld. Dat is echt kut. Oh jee. Moet je eerst zorgen dat je surf hebt in ieder geval. Oh ja, dat heb ik dus niet. Dus dat wordt niet. Dat is wel sad. Wij doen niet. Ik werd afgeleid. Dat wil ik helemaal niet. Pijnlijk in. Oh ja, maar Magikarp is trouwens weer level 7. Want ik ging dood. Dus ik een 6. Dat is zuur. Dat is wel heel zuur. I know. Weer... Ik ken het gevoel. Het is net als een matje. Zuur. Mm-hmm. Maar die zijn wel cool. Maar die zijn wel lekker, hè? Ja. Ja. Ik weet niet of het nodig is. Oh, hier ben ik ook eerder... Oh, hier is zo'n PC. Dat is exact wat I needing. Needing een PC? Abra-1. Voor Ralts, want Abra kan wel daadwerkelijk teleporten in plaats van Ralts. De leading, de jamming. Seafloor camera. Hier was ook iets. Ja, een hele mooie TM. Neem ik aan. Yo, Repel. Rapel, okay, bedoel ik. Op een zigzagoon. Wacht, hier kan ik toch een ding halen. Wacht ervoor. Dat was een hele harde hoest. Die voelde ik. Ja, ik hoorde hem niet eens. Nee, zo hard. Nee, ik had ook mijn mic gemute. Ja, dat dacht ik. Precies toen ik hem aanvoelde. Oké, Gooring-rodding. Gooring-rodding. Maar ik vergeet dat ik de speedknop niet kan gebruiken in deze gym. Daarvoor. Okay. Ik ga hier ook eventjes een save-stateje maken. Ik weet niet of ik hier alles al bezocht had. Ik ga even een flesje openen. Ik moet echt een slok nemen. Dat was dom. Maar ik heb een save-state. Hey. Yo, Hariyama, die heb ik ook. Dat is een coole Pokémon. Alleen die van mij is wel level 40, die van hem niet. Ja, dat is set voor hem. Weird flex, but okay. Nou. Liever weird flex dan geen flex. Daar ben ik het mee eens. Ah, fuck. Ik zit me nu te bedenken, daar kan ik alleen maar Carvana vangen. Hier. Sea Incense. Hele goede incense. Dat kan ik zien. Van boosting, powering en Pokémoning. Van watering typing. Nee, doe ik het weer. Yo, he's cursing. Dat is niet lief. Dat moet je niet doen. Nee, dan moet je gelijk afstraffen. Hij wordt... Nou, dat wordt hij wel, want hij krijgt meteen damage. Nice. In principe wordt hij wel afgestraft, maar... Verdient hij dat kring? Ja, alsnog. Ik ben wel boos op hem. Hij vloekte. Bond tegen vloeken zou ook boos worden, denk ik. Bond tegen vloeken? Is dat een ding? Ja. Hey, no zit je nou bond tegen vloeken uit te lachen? Ja. Ja, dat kan. Ja, dat kan. What the fuck? Oh, wacht, is dit niet... Young couple... Twins. Setting. Ik kan wel splash. Dat is een Urkse young couple, is dat? Ja, hier. Kan gewoon. Een Urkse? Oh, incest? Yeah. Ja. Ja, dat was een incest. Maar het is niet alleen Urk... Kut, Magikarp ging dood. Maar het is niet alleen Urk, hè? Ook Alabama. En Volendam. Maar... Ja, en Edam. Gewoon dat hele hoekje Volendam, Edam. Dat is één incest bulk. Not gonna lie. En ik zeg dat niet omdat Urk in Flevoland ligt. Omdat ik in Flevoland woon, zeg maar. Nee. Het is best wel goed. Het kan altijd nog erger. Ik bedoel, je hebt ook Almere. Dat doe je gewoon expres. Gelukkig heb ik Doring. Wat een haterboy, hè? Ja. Ja, maar daar woont King Alert en zo ook, hè? Ja, maar daar kan ik ook niks aan doen. Ik kan er niks aan doen dat die daar wonen. Dat is waar. Nou. Dat is waar, dat is je ouders fout. Ja. Yo! Deze wil ik. Dat is Gyarados-ing. Kabooming. Heel kabooming. Je moet wel ook nog levelen, dus ik doe wel stoer met kabooming en zo. Ja, ik had een level 24 gevangen. Dus, en ik vond net een rare candy. Kijken. Nou, die kan in de box. Die kan wel in de box. Nou, wacht. Oh ja, ik heb hem ook niet eens bij me. Dat is ook onhandig, omdat ik al een team of 6 heb. Ik heb nog niet eens deze route verkend. Die fucking vervloekte route waar freaking Milan wel een Volbeat kan vinden van 0,1%. Easy win, boys. Wat een odds, wat een odds. Ja, Milan heeft gewoon een engeltje op zijn schouder. Dat is gewoon... Ja, net zoals toen in Return to Forest. Toen had hij ook al zijn engeltje op zijn schouder. Ja, inderdaad. I rest my case. Ja, oké. Ja, die zat er toen niet bij. Nee, maar kijk, dat is het, hè. Kijk, hij is nu aan het compenseren voor die keer. Nou, ik weet niet hoor, maar het is, met versnelknop heb je echt zo'n Volbeat. Nou, Illumise wel, maar Volbeat echt niet hoor. Ik zweer. Oh, dat rijmt. What freaking. Dat do be rhyming. Do be rhyming in die thing. Kom op. I know you want it. I know you want you. I know you want me. You know I want you. Oh, wacht. Root the PC, someone, moving, Pokémoning. Ja. Wie kan weg? Oh, als ik nou mijn starter weg doe, dan kan hij sowieso ook niet evolueren. Kabooming. De smarty pantsing van mij. Is dit een jong koppel? Kabooming en jong koppeling! Alleen hoe ga ik die ooit verslaan? Waar heb je hem gevonden? In de touring. Mount Pyre? Ja. Oké, nou daar heb je je locatie, Sandring. Als Milan hem al heeft gevonden, dan vind ik ook dat ik het, die informatie met jou mag delen. Nee, oké, daar weet ik weer genoeg in. Nee, maar als Sandering had gevonden, had ik het ook met jou ingedeling. Dit was wel lieving. Oh, you gotta be kidding me. Nu vind ik hem wel. Oh yeah. Volbeating. Zie je, zo moeilijk is het helemaal niet. Nou, de vorige keer was het echt een tyfusklus om hem te vinden hoor. Oh, echt niet normaal. Oké, nou dan ga ik nu een save state zetten. 5 keer. Want ik hading, Volbeating. Snap ik één. Echt zelfs met speedknop. Fucking hell. Nou. Dat maakt wel een beetje mijn dag dit. Dat ik eindelijk een Volbeat heb kunnen vinden. Dat is kabooming. Oh, ik heb nu wel 1 Grey Ball in de overworld gevonden. Nice. Het helpt dat... Oh, misschien is hier ook de admin. Trouwens. Dat er maar eentje wordt aangevinkt. Moet je gaan? Huh? Zei nou ik moet gaan? Nee. Waar haal je al die rare dingen vandaan, Sander? Hij is verkouden, dus hij hoort minder goed. Ja, die dingetjes, die zijn niet open. De oranges. Die dingetjes ook. Hele goede dingetjes. Wauw. Wat is dit? Oh, dit ga ik wel even halen. Op deze manier. Wat is dit? Oh, ik... Dan vind ik wel de move toeter, maar niet de move deleter. Godverdomme. Very setting. Heel ik setting. Heb de buitenkant van de move deleter gevonden. Oh, die had ik ook daar al, heb je dus niet zoveel aan. Nee, daar hebben we helemaal niks aan. Precies. Lekker Milan. Heeft ook gewoon de Jagged Pass trainers gedaan. Jazeker. Heel goed. Oh wacht. Hidden tactic. Ja, hier wil ik echt niet naartoe. Hier wilde ik ook eigenlijk niet naartoe. Yes, dat werkt in deze gen. Oh, I'm loving it. McDonald's? Ja. Dat I loving it ook. Maar... Is dit McDonald's? Because I'm loving it. Vraag je, hè? Jullie komen steeds met die Game Boy look, maar ik heb dat heb ik nog nooit gehoord. Dat is zijn intro. Is dat zijn intro? Yeah. Ja. Oké, nou dan weet ik dat, want dat vroeg ik me altijd af in die video's van jullie. Dat ik dat hoor. Ja, maar zijn joke is, tenminste die van hem en degene waar hij mee record, is dat hij altijd als hij een Pokémon probeert te vangen en hij is bij de laatste shake, dan zeggen ze Game Boy Look en dan zit hij altijd, zeg maar. Dus dat is een beetje de joke. Ah, vandaar. Oké. En dat werkt dan meestal wel. Ja, dat is nou ja, dan, zeg maar. Ja, vaak wel. Niet altijd. Nee, zeker niet altijd. Was dat maar zo. Dat zou wel heel... Altijd als ik het probeer in ieder geval niet. Nee. Dat is niet waar. Nee. Yo, Ultra Ballings. Ultra Ballings. I loving Ultra Ballings. Yo, wat is dit? Dat is Pokémoning. Pokémoning, Pokémoning. Gaat hier om de uitdaging. You can put this hidden machine to good use. Dat is kut. Je snapt hem, Milan. Dat is kut. Rocking smashing, of niet? Nee, dat is kut. Oh, dat is rocking kut. The smashing. Hey. Smashing the rock. The rock? The Rock Johnson. Dwayne ja, Rock Johnson? Ja, die. Dat is die hele vet coole guy. Ik vind hem wel cool op zich. Nou, dat mag. Cooler dan Sipi. Siep haat is reeling. Dude. Nee, dat is gewoon maar. Siep haat streaming, Gwenning. Ja, morgen. Oiding, let's go. Get fucked, Sipi. Is ook zo'n stomme naam. Nee, wow, nu wordt hij iets te real. Nu ben ik een beetje bang. En dat mensen echt denken dat we Sipi haten. Maar jullie haten hem ook. Ja, ik mag hem niet. Ik mag hem ook niet meer, maar... Als ik hem al mocht. Nee, je moet hem ook gewoon niet mogen. Een vervelende guy is het. Zo'n vervelending guying. Kijk. Oeh. Heb ik hier iets aan? Frick. Ik zit vast. Ik kan wel nee, niet echt vast hoor. Maar... En meer. Klein beding, vasting. Ja. Meer los. Oh, dit is weer die Jagged Pass. Oké. Nee, ik kan wel wat in de box droppen. Die stomme Volbeat kan bijvoorbeeld eruit. En die stomme Illumise. Zo, hartstikke weg met het afval. Afval Pokémon. Als het grass-types zijn, moet je hem wel in die GFT-bak doen, hè? Ja. Nee, maar het zijn bug-Pokémon. Oké. Dus dat scheelt. Oké, ik ga iets riskies doen. Oh, dan weet ik gelijk waar dit risk it. Risk it voor de biscuiting. Voor de biscuit. Kijk, als ik deze sla, dan is het in principe geen risk meer. En dan kan ik gewoon weer terug. Maar... Het scheelt dat ik een level 41 heb. Op zich. Nou ja. Word je geheeld? Nee. Nee, dat dacht ik al. Ik ben bij die familie. De familie? Daar kwam ik zeg maar uit. De familie Drievliet. Ja, die. Ah, dat is wel een hele goede pijkerfamilie. Ja, daar kom je niet meer uit. Je moet ze allemaal als je die toch verslagen hebt, dan kun je toch weer gewoon in die deur, dus... ja. Maar dan moet je hem wel verslaan. En dat ben ik nu aan het doen. Hopen dat het niet kut gaat. En als je... Oh, hij deed fucking dinges. Ja, oké, dat is mooi. Ik zit tegen mijn favoriete Pokémon te vechten. Yo, Murkrowing? In de building? Nee, Wobbuffet, want ik was sarcastisch. Oh, Wobbuffet! Die? Ja, die. Inderdaad. Hey, ja, die ken ik. Oh, wat... Oké. Nee, ik kan gewoon terug. Vind je die niet leuk? Ik vind Wobbuffet wel leuk. Nee, ik vind Pokémon niet leuk. Ja, in Nuzlocke niet, maar in de anime is het wel cutie guy. I don't know about that thing. Same. Wow. Oké, nou dat kan. Zekers. Ik vrees dat ik alles opnieuw moet gaan doen met die koters. Nee, dat waren geen koters, die familie. Dat was het. Oh, ik verwacht niet dat ik Pelitrum zou gaan doen. Waarom stond Magikarp toen ook niet voor? Die wou ik toch training? Deed ik niet in. Oh, dat is crazy in. Kan ik je wel zeggen. Dat crazy dying zelfs? Dat zeg ik. Ja. Ik heb er vandaag gezocht, inderdaad, zo'n crazy dying zelfs. Staat in een boek, yes. There crazy dying guide. Die. Is dit? Heb jij die, Mino? Toevallig? De Crazy Guy Guide? Nee. Ja. Nee, die heb ik niet. Oh. Maar geen echte Crazy en Guying. Vind ik jammer. Sorry. Maar ik accepteer je nog steeds hoor. Dat is fijn. Yeah. Smelling the salt. En voor mensen die stappen waarom ik surf. Niet aan mutkipleer. Zie de bingo. Hij heeft al zo'n HM. Ja. Dat dacht ik al. Ik ben zo slim, hè. Inderdaad, wat wilde ik nou doen? Oh ja, ik weet het weer. Kelpsy. Laat ik even filing saving. Waar is dit? Wat doet deze guy? Oh, Corporation. Premierbal. Heel ziek. Zonder te kopen, hè, heeft hij hem gewoon. Ja. Wat fuck? Dat is wel knapping. Waarom heb ik hem inderdaad niet gewoon gekocht, trouwens? Bedenk me net. Dom. 15. That's dom. Fucking is dat. Yo, ga je nou mij... Ja, dat was ook wel niet zo slim. Oh, daring. Wat was deze? Sharpedoing. Easy killetje. Ah, dat viel wel tegen. Oké. Easy killetje. Gaat hij dood. Maar gaat echt gewoon dood. Weer grow the mondings aan de ring. Sorry, Ing. Kabooming. Ik ben helemaal niet dood gegaan. Dat stoelt nergens op dat doodgaan. Maar moet je ook volgens mij gewoon niet doen. Volgens mij heb ik dat een keer ergens gelezen. Als tip voor het leven. Niet doodgaan. Dat vind ik wel een hele goede tip. Best een goede tip, ja. Ja. Dan kan ik mee inkomen. Wat is dit? Een pokeball. Een pokeballing. Pokeballings? Dat is ziek. Nou, dan weet ik gelijk waar dit naartoe leidt. Wacht, ik kan nog terug, toch? Ja, oké. Nou ja, dan kan ik dit wel uitproberen. Wearing, going, leveling, vijving. Flooring, vijving. Niet leveling, vijving? Nee, flooring, leveling, vijving? Oh, kut. Ik deed een stapje te ver. Ik moet 2 stappen achteruit doen, net zoals in de anime. 2 stapjes achteruit, net zoals in de anime, wat? Is er niet een Pokémon opening van de anime dat ze iets zeggen van 1 stapje vooruit, 2 stappen achteruit? Ik weet het niet hoor. Oh, ik dacht dat het dronken ben. Oh, dat, ja. Jawel, dat is die ene. Dit was sarcasme trouwens. Ja, dat valde ik. Dat valde ik in. Voor de rest gaat het nog wel goed. Upping? Ja. Dat is fijn. Ah, kak. Waar gaat deze nou? De Seafloor Cavern gaat gewoon naar de Seafloor Cavern. Nice. Inderdaad. En die gaat dan weer naar zo'n Victory Roading. Oeh. Maar daar ben ik al geweest. Daar heb ik die Hariyama Victory Roadings. Nee, dit wil ik niet. Loading, saving, ening. Oh. Ja, die kledel heb ik al. Yo, Golbat! Ja, maar dat is niet waar ik zie. Daarvoor is natuurlijk. Ik denk dat ik die Crobat nooit ga doen. Ik was zo vroeg met die Crobat. Maar Welke level ving je de Golbat? Nee, ik ving dus een Zubat echt heel vroeg in de game, maar dat is fucking kut. Dat is alleen maar goed voor het krijgen van Crobat. Ja, maar hij is nog steeds level 12. Dat is niet handig. Nee, maar ik ben nu met die Magikarp bezig, want dat voelt alsof het wel kan gaan lukken. Magikarp, die krijg je wel eerder, denk ik. Ja, daarom. Ja, dan, dat is wel een wijs besluit voor jou. Dat dacht ik. Ja. Kijk, wat een idee. En dan moet ik zo meteen die kant weer op. Save. Misschien moet ik gewoon even terug en andere huisjes. Kijken waar dit naartoe leidt. Revive. Look at this photograph. Yo, dat is van die guys. Ja, die weet wel. Die ene... Die teruggaande guys. Als ze Nickel tegenkomen. Ja. Dat is een gekkundig element voor de mensen. En ze hebben dan een rug, toch? Ja, die. Ja. Milan snapt hier waarschijnlijk geen hoofd van. Ik volg er helemaal niks van, maar dat is niet ik wist het. Ik wist dat Milan hier niks van zou snappen. Maar volgens mij ging het over Nickelback. Oh, hij snapt het wel in. Hij snapt het wel in, ja, wat een freak. Ik hoor iets van Nickel en rug, dus ik dacht van ja, dat zal dat wel moeten zijn. Ja. Inderdaad. Hij is zo'n photograph. Hij is zo'n photograph guy. Lekker. Sandering, ik heb de kudding gevonden. Freaking. Ook kudding gevonden. Freaking, we hebben iedereen kudding gevonden. Yo, batch 1. Yeah. Yo, dat is wel heel zieking. Ja, geen wonder dat ik dit nooit heb gevonden. Kijk wat hier komt. Of hier is. Oh! Oh, ja, daar ben ik in het begin geweest. Oh, en dan kom ik binnen hier. In de beginning. Je weet welling. Kijk wat dit is. Een ledge afspringt. Altijd FC staten. En dat doet deze man ook gewoon hoor. Zou hem dat doen. Je bent zo crazy. Ja, hele slimming. Slimming dingie. A magneton? That is not a magnet, that are a ton of magnets. No, je bent zo'n grab jacket ding. Ik heb hem niet aan, hè? Ik heb hem niet eens aan. Wel zo'n lolbroeking dan. Ja, die heb ik wel aan. Ja, wat had je dan verwacht? Dat ik die niet aan zou trekken? Pompoensap had ik verwacht. Pompoensap? Ja. Ah. Pas op, daar word je high van. Huh? Als je, is dat zo? Dat is cactussap, nevermind. Ja, ik wou net zeggen, jij bent een beetje... In de warring. Ik ben in de oorlog. Ja, je bent in de oorlog, ja. Hey, dat is weer hier. Oh, en dat is dan weer hier. Dit? Dat is de legendaring. Yo, Aaron? Die ken ik, dat is een Pokémon. Ken jullie die ook, Aaron, toevallig? Ja, die ken ik. Ja, maar dat is een Pokémon namelijk. Dat is Pokémoning Indeeding. Indeedie is inderdaad ook een Pokémon. Ja, klopt. Indeedie. Oeh. Weet je, eigenlijk is het niet meer waard om daar naartoe te gaan. Dus ik blijf gewoon lekker hier, want dan kan ik meerdere checks. Wat nou als die plek jou mist? Ja, dan heeft die pegging. Wow. Nee. Oké, het zou hier moeten zijn. Volgens Bulbapedia. En anders is het een scamming. Ja, anders is het wel een scamming. Maar als het wel hier is, dan ja. Dan is dat wel heel Dan ben je blij. Ja, heel erg blij. Volgens mij kan ik hier ook een evolutiesteen Pokémon vangen. Als ik de goeding heb. Ik ga gelijk voor die hele zieke Kelpsy Berry. Heb je al surf? Ja, maning. What the fuck? Je had toch Normand gevonden? Ja, maar die kon ik niet verslaan. Nee, maar ik heb een level 45 Pokémoning en een level 40 Pokémoning. Oké. En ik kon nog terugkomen door een beetje, te kutten. HM kutten? Ja, HM kutten inderdaad. Oh, dat is die guy. Die Mark-Eye, toch? Ja. Kut. We hadden het toch over kut. Ja, Curding. Zien? Curding. Curding. Die is kut. Curding is heel curding. Net als curling. Nee! Jawel, net als curling hoor, maar... dat was meer omdat ik dom deed. Oeh, ja. Yo, Watson. Yo, nog een greepbal. Hoeveel heb ik er nu? 2. Setting. Yo, dit is zo'n Illumise. Jammer dat ik hem niet mag vangen. Hebben jullie al de Pokénaf? Nee, volgens mij niet. Ja, ik heb wel ziek veel van die nafnamen. Ik weet wel zeker dat ik geen 20 heb. Maar het zou al fijn zijn als ik controleren. Ja. Dat is wel een beetje meandering. Oké. Meandering schoenen. Sta je zo goed? Meandering voor aan je voet. Oh yeah. Oh yeah. Even een kleine vraagje Wingeling. Kijk, en dan voor dit ga ik dan weer naar Serebii, want daar staat dan bovenaan van wanneer die evaluering gaat. 25... Oh, deze moet ik vangen. Nou, weet je wat ik heb? Ik heb de masterballing. Hartstikke idee. Wauw. En dan zetten we die gewoon voorin. Ik denk dat ik zo'n idee heb dat ik weet wie er gaat winning. Wooing. Ik wie denk ik? Ik zou niet winning. Maar ik doe wel mijn besting. Dat had ik alweer in de gaten, ja. Misschien een beetje te... Ja. Oh, maar jullie maken dit keer echt kans, want ik ben helemaal uit voor hem. Ja, dat is elke keer hoe dit begint, hè. Misschien moet ik dat gewoon niet meer zeggen. Inderdaad. Doe dat eens, ja. Ik zal het de volgende keer niet zeggen. Beloofd. En anders moet je dat... Eerst zien, dan geloven. Snap ik. Ik vind het wel leuk, King, dat we een keertje niet met de legendary zitten te kloten. Echt hoor. Ik heb nog geen legendary gevonden. Ik break the ice en ho. Je hebt ook ja, en de Reggie. Ja, en de Reggies. Ik had er 2 gevonden. Je had er 2? Ice ja. En? Volgens mij een rock. Kijk. Stone Evolution. Wow. Wat idee. Ja, Wigglytuff. Mijn favoriete normal type. Echt een geweldige Pokémon. Sanders favoriete normal type is Delcatty. Wie ze? Delcatty. Van Sander. Van Sandering? Is dat jouw favoriete? Ja, maar die van jou is toch Jamper? Ja. Nee, sorry. Favoriete normal type, wat lullig. Dat is zijn favoriete Pokémon ooit. Hé, hey, ik ken trouwens iemand die iemand kent die dan weer zo'n Jamper knuffel heeft. Wil jij die niet, Milan? Dat lijkt me echt iets wat jij, dat jij echt zegt zo van, yes, eindelijk! Ja, na jarenlang zoeken. Ik heb Ho-Oh gevonden. Hé, we hebben een legendary gevonden. Hij praat eroverheen, snel. Sandring, ja. Gewoon doorgaan. Gewoon doorganing. Maar je mag hem gewoon gratis hebben, want hun vinden Jamper niet zo leuk. Zeg maar, moet je niet meteen boos om worden, hè, dat jouw favoriete Pokémon niet door iedereen als favoriete Pokémon wordt gezien. Maar volgens mij vonden die guys Jamper niet zo. Dus ik denk dat je hem zelfs gratis mag hebben, als je het lief vraagt. Dat is wel heel ziek. Maar, niet boos. Ja, hij is boos, zeg je. Hoor je? Hij is stil. Dus hij denkt van, godverdomme, waarom? Hij is stil, dus hij is boos. Hij is stil, dus hij is duidelijk boos. Maar dat komt natuurlijk omdat hij denkt, oh, waarom is dat niet een favoriete Pokémon? Dat hoor je. Meteen. Een beetje een beeldje. Dat is, Milan, ga ik nou ook nog een uitschelden voor de beeldje. Dat vind ik dus echt een beetje gemeen. Dat is wel setting. Ik heb 1 bingo. Yup. Nog een Crobat of 8 key items. Oh, ik ben wel met... Ik kan kijken of als ik hem nu een rare candy geef dat hij evolueert, maar ik denk het niet. best wel proberen, maar ik zet wel even een safe stateje. Zet maar zo'n safe stateje. Nee, hij evolueerde niet. Jammer. Zet. Een beetje setting. Oké, Devon Goods zijn gestolen. Kan je me helpen? Niet de Devon Goods. Ik ben ja. Bang. Eigenlijk wil ik hem liever niet helpen, maar ja. Ik ga wil je me helpen? Nee. Niet, niet zo behoefte aan. Nou, goed. Vind ik niet zo leuk. Nee, maar dat hoeft ook niet, hè? Je hoeft niet altijd alles leuk te vinden in het leven. Ja, dat is waar. Dat is zeker waar. Ja. Admin, deze had een Camerupt. Of een Numel, dan is het ook goed. Ja, maar deze had een Camerupt. Fuck, dit had ik dus helemaal niet hoeven te doen. Nou ja, ik heb dan hoef ik zo meteen niet die trainers te doen. Hé, een Abraing. Oh, die heb ik. Dat is wel zieking, die kan teleporting. Oké. En dan zet ik hem hier wel even op. Oh, dat is Maxie. Daar ga ik niet tegen vechten. Een Pokémon centering. Van Leverage. Yo, ik heb het casino gevonden. Heb ik nu de game verslagen? Ja. Nee. Oh, jammer. Oh, nee. Bedoel ik. Zei ik ja? Ik bedoelde nee. Ja. Classic. Ja. Classic centering moving. Poep gebeurt, zeggen ze dan. Oh, ik ben hem dubbel ingelopen. Lekker Milaning. Ook een adminning verslaging. Ja! Ja, wat is dit nou? Jij denkt, oh hij doet het ook, dan doe ik het ook, maar... Ja, dat is weer Milan, hè? Wel zo, ja. Nou, alleen omdat mijn favoriete Pokémon niet Jamper is. Echt. Zo flauw. Niemand zijn favoriete Pokémon is Jamper, Sander. Ik weet dat veel idioten de wereld zijn, maar zo idioot zijn mensen niet. Oh, dit is de andere kant van Maxie. Ja, ik ken niemand die... Nee, natuurlijk niet. Nee, dat vind ik wel... Nou ja, ik ben ook niet echt bepaald een fan van Jamper. Maar ik heb er geen... Ik ken wel iemand die fan is van Jamper. Ja, hoe heet hij? Oh, dat is wel heel toevallig. Hij zit hier ook in de call. Ja, hij zit... Ik ben nu met hem in gesprek zelfs, denk ik. Oh jee. Toch, Milan? Dat is wel heel toevallig. We zitten in een call, toch, Milan? Wij zitten wel in de call, maar ik ben... Ja, zie, hij geeft het toe, Hij geeft het eindelijk toe, na jarenlang net doen alsof hij hem haat. Dat was niet net doen alsof, hoor. Nee, dat snap ik, nee. Dat is het is moeilijk voor hem om eerlijk te zijn, hè, dat merk je. Het is lastig om soms te accepteren, want... Sander kan zo vermoeiend zijn. Ja, soms ik wel in. Ja, altijd denk ik wel, hè. Oeh. Ja, ik wil niet zo ver. Effing. Mis ik wat? Wacht even. Even bezig. Ja, nu doet hij net alsof hij iets mist. Nou, ik ken hem. Ik heb de move deleter gevonden. Oh, nice. Oké. Dag Rock Smash. Rock Smash. Smash that rock. Nice, en dan ga ik hem gewoon weer leren. Heb jij niet gewoon al bingo? Je hebt echt fucking veel. Ah, wat doe ik? Zo ga ik wat die nooit kaart. Ik kijk eventjes naar mijn key items. Nee, ik heb er maar 4. Kijken. Ik kan daar beneden nog kijken. Oh, dat gaat niet. Door die hele stomme route heen. Ik probeer Golbat een beetje te trainen dan. Ik moet weer zo'n Zigzagoon route vinden. Dan kan ik 5 gebruiken. Ah, smart. Ja. Smarty pantsing. Stealing opponent ding en dan winning de bingo ding. Volgens mij, als ik hem binnen nu en 10 minuten of zo finish, dan is dit de snelste bingo die we hebben gedaan. Oh, ik zat net ook al te kijken van, hoe lang zijn we al bezig? Want Nando heeft nog fucking veel. Hé, maar ik heb wel gewoon... Check dit, hè. Ik heb gewoon een gym badge. Ik ben goed. Ziek. En ik heb weer een key item erbij. Ah. Welke badges heb je allemaal, Sander? De derde. Je hebt de derde. Ja. Welke heb jij, Milan? Ik heb geen badges gehaald. Jij bent echt zo'n zo anti-badge. Fuck de badges. Die zijn toch nutteloos. Ik doe liever contest hoor. Ik ben mee, ik doe contest. Kijk, ik heb 1, 3 en 5. Maar ik had al wel een aantal gyms gevonden. Dat wel. Oh, hier kan ik naar de Zigzagoon route. Als ik niet gefucking paralyzed ben. Paralyzed. Ik ben bij de Weather Institute. Dat is ook een leuke route. Ik heb Rayquaza gevonden. Nice. Vanging. Rayquaza heen. Oh, is dit niet waar je Illumise of die andere guy kan vinden? Is dat naast de derde gym? Yo! Maar ja! Lekker man. Netbal, want het is zo'n... Oh nee, dat is netbal. Nou, het werkt. Netbal werkt ook goed hoor. Gewoon als het een lage level Pokémon is. Ja, daarom. Lekkering. Mag ook wel. Kun je hier ook Volbeat dan vinden? Of... Ja, maar die is echt 1% kans. Dat boeit me niet. Okay, yo, Milan, je favoriete Pokémon voor evaluatie? Marilling. Ja. Niet mijn favoriete Pokémon. Ik vecht er tegen de voor evaluatie. Azumarill is toch je favoriete? Nee, ik ben echt zo teleurgesteld in jezelf. Zelfs Nando. Nee, Blaziken is je favoriete. Oh, nu weet hij dat opeens wel. Azumarill is je favoriete shiny, toch? Ja, ik denk het wel. Ik vind shiny Azumarill wel echt vet. Eens ding. Ja, ik ook. Dat is wel een goede shiny. Ik vind het altijd moeilijk als er dan iemand vraagt van wat is jouw... Welke shiny vind je echt het lelijkst? Er zijn er zoveel... Nee. Ik vind meestal die mintgroene, dat vind ik... Ik gewoon Pokémon die je niet ziet dat ze shiny zijn. Zoals Pikachu. Is, ja. Ja, daar kan ik me ook wel in. Nou, Pikachu kan je op zich wel zien, maar er zijn wel een paar die echt niet kan zien. Garchomp is een hele goede voorbeeld. Ja, dat is zo zonde, want Gibble ziet er dus wel echt anders uit. Mm-hmm. Ja, Gibble ook nog best wel vet ook. Ja. Ik vind... Ik vind Primal Kyogre, die shiny vind ik heel mooi, maar de gewone Kyogre niet. Ik ken de gewone Kyogre shiny niet. Die is roze. Ja. Ik vind hem best wel vet. Hij is niet lelijk, maar gewoon dat zwarte, dat is veel cooler. Ja, dat sowieso. Dat is wel vet. Zwarte Kyogre. I'm loving it. I'm loving it. Maar sowieso denk ik eigenlijk wel dat... Waarom? Huh? Ik had net... Oh, ik ging langs Wing Attack. Of Confuse Ray. Vandaar dat ik dacht dat ik 30 pp had voor... Nou, dan kan je gewoon zorgen dat je hem hebt, zeg maar. Ik moet een Zigzagoon vinden. Kijken, want... Ja, steal an opponent's item. Want dan heb ik hem. En ik zit nu op de route, dus... En ik had al geprobeerd een Rare Candy te gebruiken op Gyarados. Ik vind hem best zielig van mezelf. Alles waarvan ik... In het begin dacht... Oh, die zijn makkelijk. Die ga ik halen. Die heb ik niet gehaald. Ik vind alleen maar Poochyena... Godverdomme. Godver. Oké, dit. Heb ik hem nu? Nee. Telt Knock-off ook als stealen? Nee. Shit. Heb ik hem nu? Nee. Kan Wurmple ook een item hebben? Vast. Niet. Weet ik niet. Nu zit het ook in mijn hoofd. Nee, ik denk niet dat Wurmple een item heeft. Ik dacht dat je echt op de eerste route allemaal Zigzagoons vaak kon vinden, maar... Ik snap wel dat Volbeat zo kut is om te vinden nu trouwens. Je kan links van... Nee, als je... Even kijken, rechts van... Battleburg? Kan je een... Daar had ik ook al... Ja, maar dan moet je wel naar rechts kunnen. Ja. Okay. Wacht, ja, ik haal rechts en links. Bij Paddlebirds altijd naar rechts. Ik haal rechts en links op elkaar. Sorry. Nee, geen item. Yo, Oddish! Ik wou dus eigenlijk zo'n... leuk dat je bent, maar ik wou dus eigenlijk zo'n Volbeat. Dus Illumise. Komt wel meer in de buurt, maar... Ik zit al over odds, echt. Wat freak. Setting. Ja, Gigadrain is te ver. Maar dan moet ik ook een gras-Pokémon vangen. Kijk, wacht, kan ik daar helemaal naartoe zonder een huisje of wat dan ook in te gaan? Ja, volgens mij wel. Ik vind wel wat Sixagoons, maar ik krijg geen item. Huh. Ik ga wel denk ik die kant op en dan als ik ondertussen wat vind ofzo, dan gooi ik wel 5 erop en dan hopen dat ik wat krijg. Ik denk dat die gewoon niet te vinden is bij mij. Die hele Volbeat, joh. Ja, dat had ik dus ook de vorige keer, maar vandaag had ik heel veel geluk. Yo, zie dat? Die heb ik nog niet gezien. Dit geeft hoop. Zie dat ding. Dat is een puntje. En een zaadje. Dat klopt. Een puntzaad. Zaadpunt, bedoel ik. Oké, ik heb de Grass-type gevangen. Dan moet ik alleen de Pokken-end lopen, maar... Dan kom je hier ook zo... Zat grass typings tegen. Zo'n oddish. Wat ziek idee. Trouwens, van WhatsApp krijg ik volgens mij ook een key item. Ik ben niet zo klaar mee. Maar ik heb het gevoel, dat is altijd kutte, want dan denk ik als ik nu stop, dan is de eerstvolgende encounter sowieso een Volbeat voor mijn gevoel. Dus ik wil niet stoppen, maar... Bruh, ik kom nooit meer Volbeat tegen. Doe net als Zeus. Stop nooit. Ja, Zeus Junior, hi. Lekker man. Oh, dan... ja, oké, ik stop ermee. Ik deed net als Zeus. Zeggen dat je nooit stopt en dan stoppen. Oei. Dat is wel hoe Zeus werkt, ja. Dat is niet de juiste instelling, my man. Jawel, de instelling was juist, alleen de uitvoering niet dan, toch? Oh. Nou, ja. De instelling was, we stoppen nooit. Ah, dat is op zich best goed. Ja. In realiteit gebeurde het niet en dat was slecht. Maar... Ik zit ook dicht bij die key items. Ik heb er 6, maar... Wat? Ik denk dat dat wat lastiger te vinden is. Ik noem ze zo even op. Oh, hier is weer een 6-seconden item. Nee. Nog 1 leveltje. Sixagoon. Ik ga gewoon voor die. Heb je gewonnen? Ik denk dat ik een item... Ja, ik heb een item. Nee, wacht even. Gefeliciteerd. Nog 1 leveltje. Gefeliciteerd. Yes. Oké, even kijken wat ik... heeft gewonnen. Kijken, ik heb de Acrobike, de Devon Scope, de Good Rod, de Storage Key, de Item Finder en de Basement Key. Nice. Maar dan miste ik niet. Dankjewel. Ja, jullie hebben het ook goed gedaan. Nee, ik zat er echt niet goed in vandaag. Maar ik denk dat ik echt tussen 3 kwartier en 1 uur en een kwartier helemaal niks heb gedaan. Gewoon alleen maar rondjes gelopen. Voor wat was je aan het zoeken dan? Nou, ik had sowieso een Crobat. Die was inmiddels level 45, maar was nog niet geëvalueerd. Oh, Crobat, ja. Ik ook. Ja. En de Pelipper dan, alleen ik wou eigenlijk zorgen dat ik die Kelpsy Berry kon halen, maar dat lukte allemaal niet. Nou, maar dan moest je ook weer terug naar dat Oldeel. Yup, dus... Ja... Het nee, wou allemaal niet. Ik vond het wel leuk om te doen, alleen ik had halverwege van, oh, ik wil eigenlijk refresh. Ik had niet echt het gevoel als ik nog kans maakte op een gegeven moment. Nu is mijn grote vraag aan jullie. Hebben jullie zin om het nog een keer te doen? Nu? Als in right now, heen? Right here, right now. Ja, ik vind het niet erg op zich. Ik weet niet. Het doet pijn. Verliezen. Ja, Sander, maar daar kan je beter nergens meer aan meedoen. Maar nu zijn de odds tegen mij, hè, want ik heb nu eentje gewonnen. Oh, nu zie je, hij begint meteen alweer met... Nee, we zijn niet begonnen, we zijn nog jongens, niet wacht even. Even stilte. Goldeen. Bijna een zieking. Oh, bijna een zieking. Ah, nee. Laat me, maar wacht even, ik wil even mijn Magikarp in ieder geval doen Gyarados, want dat had veel eerder moeten namelijk. Is dit toevallig een aflevering van de Avatarlog? Dat we wachten op Sandering. Oh. Iedereen bedankt voor het kijken van deze video. Vond je het een leuke video? Doe een duimpje omhoog. Er komt er waarschijnlijk dus nog eentje aan. Tot de volgende keer. Adios amigos. Yeah.